Beste wielerfanaten, het is weer tijd voor een speciale video. In deze video ga ik voor mijn school op het WK-veld rijden, dat komende zondag verreden gaat worden. En de beelden die je ziet zijn een PCM van het WK wegrijden, een paar jaar geleden in Valkenburg. Komende zondag is het dus ver, het WK-veldrijden staat op het programma. Het wordt gehouden in Nederland en om precies te zijn in Valkenburg. Het parcours is zwaar, om niet te zeggen heel zwaar. Het gaat veel op en af en is technisch. En daarbij heeft het de laatste dag veel geregend, waardoor het glad is. En hoe ging het vorige ook weer? Van der Poel leek lange tijd op koers te zijn voor zijn tweede wereldtitel. Dat gebeurde niet, want hij had maar liefst 4 lekke banden. Van Aert was degene die uiteindelijk de gouden medaille haalde en ook dus uiteindelijk de trui. Over de favorieten dit jaar kan ik ook weer kort zijn. Namelijk, dat zijn dezelfde twee als vorig jaar, Van Aert en Van der Poel. Maar Van der Poel, dat is wel echt de topfavoriet. Die won maar liefst 26 van de 32 crossen waar hij aan deelnam. Zelf heb ik hem dit seizoen ook nog gezien rijden. Dat was in Schuurhuis te Veen. Daar was ik een van de toeschouwers en daar reed hij de concurrentie aan Gorten. Het zal dus eigenlijk niemand verbazen als hij dit jaar weer wereldkampioen wordt. Natuurlijk gaat het niet makkelijk worden, want alle ogen zijn op hem gericht. Een andere favoriet is dan Wout van Aert. Als Van der Poel dan een keer niet de zege pakt, is er vaak Van Aert die ermee vandoor gaat. Dat heeft vaak te maken met als Van der Poel een foutje maakt, dan is Van Aert daar om hem af te straffen. Zoals bijvoorbeeld in Gaveren, waar Van der Poel op kop lag, maar uiteindelijk verloor doordat hij verkeerd schakelde en Van Aert ging er voorbij. Van Aert kan zondag trouwens de hat-trick compleet maken. Hij won de voorgaande 2 edities en als hij dat komende zondag weer doet, dan wint hij dus de 3e. En dan doet hij net zoiets als Sagan door 3 keer het wereldkampioenschap te winnen. Vorig jaar wist trouwens zijn coach Niels Arbeid een list te verzinnen. Hij had zijn pupil oude, taaie banden, kan ik wel zeggen, voorgeschoten onder de wielen. En waar de rest van het veld heel veel lekke banden te verduren kregen, was Van Aert degene die moeiteloos doorfietste en er veel minder last van had. Had uiteindelijk slechts 1 keer lek, waar de anderen wel veel vaker lek hadden. En kon uiteindelijk ook door de juiste materiaalkeuze de trui pakken. Dit jaar heeft Niels Albert ook alweer aangegeven dat hij misschien wel weer, net als vorig jaar, een trucje heeft. Dus ik ben wel zondag benieuwd wat dat dan gaat zijn. Voor de renners die geen Van der Poel of Van Aert heten, is een 3e plek eigenlijk net zo goed als een overwinning. Er komen hier verschillende renners in aanmerking voor brons. Maar als ik er 1 echt uit moet pakken, zou ik Toon Aerts uitpakken. Die heeft wel het meest constant gereden, heeft verschillende keren op het podium gereden. En dit parcours moet hem ook wel liggen. Zo kan je kijken bijvoorbeeld naar de Koppenbergcross, waar hij toch heel sterk voor de dag kwam met een 2e plek. Een renner die ik ook even wil noemen is Lars van Haar. Ik verwacht niet echt dat hij een heel dichte uitslag gaat rijden komende zondag, want hij is niet echt in goede doen. Sinds het Europese kampioenschap waar hij 2e werd, is het wel echt bergaf gegaan met hem. Hij werd ziek, werd geblesseerd en hij kwam niet meer in goede vorm. En dat is wel zonde, want dit parcours moet hem echt liggen. Het zal echt wel balen voor hem zijn. Hij wint 3 jaar op rij daar in Valkenburg. En op het moment dat het WK wordt gehouden, ben je niet de goede doen. Dat moet best zuur zijn. Wat het ook wordt, zondag gaat een spektakel worden. Wat niet gelijk betekent dat het spannend gaat worden. Ik verwacht eigenlijk dat Van der Poel er gelijk invliegt de eerste ronde. En dat iedereen gelijk een nakijker geeft. Dan mogen de Belgen wel een tactiek hebben. Maar ja, als hij de eerste bocht als eerste doorgaat, dan kan de tactiek gelijk de prullenbak in. Ik wil jullie nu bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.